In 4 maanden hebben de spoorwegen 600.000 kinderen vervoerd. Dat is 50% meer dan een jaar geleden, toen een kinderkaartje iets meer dan de helft van een gewoon kaartje kostte. Railrunner is een overtuigend succes. Een behoorlijke kostenbesparing, die Railrunner. Nu dat bestaat, gaan ze vaker met de trein? Ja. De bedoeling is om, behalve meer kinderen, ook meer volwassenen de trein in te lokken. Als de kinderen goedkoop mogen, dan zullen hun ouders ook vaker de trein pakken. Dus ze gaan ook pas met de trein sinds dat Railrunner kaartje bestaat? Er zit achter Railrunner een lange termijnvisie. Veel kinderen komen, als hun ouders een auto hebben, nooit meer in de trein. Nou, wij denken dat als kinderen zeg maar op een bepaalde leeftijd nog niet in de trein zijn gekomen en daar nog niet op een actieve manier kennis mee hebben gemaakt, dat we ze ook op latere leeftijd heel moeilijk in die trein krijgen. Railrunner gaat verder dan alleen een heel goedkoop kaartje. Voor 2,50 is er een paspoort te koop, waarin bij iedere reis een stempel gezet wordt. Na 3 stempels wordt een badge gegeven. Bij 10 stempels een diploma. Allemaal bedoeld om kinderen vaker de trein in te lokken. De spoorwegen gaan steeds commerciëler denken. Ja, ik dacht het wel. Dat is echt zo toch wel van de laatste 5 à 10 jaar... dat langzaam steeds commerciëler gaat worden. En ik denk dat dat op zich een goede zaak is. Als het aan de marketingafdeling van NS ligt, is dit nog maar het begin. Dan komt er een echte georganiseerde Railrunner Club met veel activiteiten voor de trouwe, jonge treinreiziger.